Nou, we zijn absoluut met opgeheven hoofd en onder gegaan. We hebben gestreden voor wat we waard zijn. Dit seizoen hebben we een paar wedstrijden gespeeld waarbij waar ik wel eens dacht van nou, we verloren het op intelligentie en misschien ook wel op strijd. En vandaag was absoluut een paar individuele foutjes, maar we hebben absoluut opgeheven hoofd en zijn we ten onder gegaan. Jullie bleven goed bij, tot en met de tweede periode. Volgens mij 2 punten verschil was het toen op de helft. Maar daarna zie je toch het kwaliteitsverschil? Ja, er ligt een hele goede mid voor die echt heel sterk is. Te sterk eigenlijk voor onze mid achter. Die maakt een mooie paar individuele acties, waardoor ze gelijk 3-4 doelpunten maken. En wij door middel van wat halve aanvallen, hopelijk ook individuele kwaliteit om een doelpuntje te tikken of iets dergelijks, om een manmeertje af te maken. Ik zag ook dat jij begon eigenlijk voorin, maar je werd al heel snel naar achteren gehaald. Ja, ik ben officieel mid voor en ik lig daar graag om doelpunten te maken en te strijden voor het team voor een manmeer te creëren of een strafworp. Dat ging ook wel vrij aardig. Maar op een gegeven moment zie je dat de mid voor van de tegenpartij ook vrij sterk is. Ja, dan wordt het 1-op-1 wel met elkaar en daar hou ik wel van. Want die had geloof ik binnen een paar minuten dat hij er al twee in liggen. Ja, 2 of 3 had hij er al gemaakt. Ja, precies. Dus dan moet noodbreek wetten. Martin Pronk, jullie verliezen vandaag van het Ravijn. Ja. Kun je daarmee leven of ben je dan nog altijd pissed off? Nou, en. Ik kan ermee leven met de stand, maar er zat meer in. En dan heb ik het over de discipline in de aanval die goed is. Die is goed gegaan. Maar dan kom je tot de conclusie, waar we ook last van hebben, is het scorend vermogen. Als het scorend vermogen gewoon omhoog gaat, en het zij de strafworp, het zij de kansen uit de Malmeers, we hebben 7 of 8 keer Malmeer gehad tegenover 2 van hun. Als je dan 14-7 verliest, dan ook kritisch naar jezelf zijn en dan zeggen, jongens, daar zat gewoon meer in. En dan bedoel je eigenlijk slimmigheid in plaats van kunde, kwaliteit? Ja, inderdaad. Ik bedoel, je moet hem uitspelen en als je niet schiet, hou je de bal. En dan kan je ook niet weggezwommen worden door een contra. En dat dwing je dan af. En als je dan schiet aan het einde van die 30, zorg dan dat die zit op een corner. En dan kan je weer opnieuw aanvallen. En dan word je alleen maar sterker. En ja, daar zijn we hard mee bezig. Want we hebben alleen maar op de verdediging getraind, continu. Jarenlang. En nu wil ik er vanaf. Ik wil alleen maar op de aanval. En ja, dan kan dat een hele grote pluspunt zijn dadelijk in de tweede helft. Waarom kies je voor die wijziging? Nou ja, aanvallen. Je moet winnen. En dan moet je scoren. En als we niet scoren, dan gaan we ook niet winnen. Dus verdedigend is iedereen echt wel op de hoogte wat we moeten doen. Dat zit er al ingeslepen. Het gaat nu om aanvallend. En we zien gewoon mensen gewoon geen echt oorlog voeren op de juiste momenten. Ze doen hun best. Dat zie ik ook. En dat waardeer ik ook. Maar je moet wel kritisch zijn om die winst eruit te kunnen halen. Dan moet je iets meer geven. Frank, een coach beleeft een wedstrijd altijd op een bepaalde manier. En spelen ook. Hoe kijk jij terug op dit duel? Ja, het was gewoon een hele zware, maar toch wel een leuke pot. Ik bedoel, het is natuurlijk wel de nummer 2 van vorig jaar. En ik denk wel dat we redelijk goed. Maar ze redelijk goed tegen ze hebben gespeeld. Want de eerste 2 periodes blijft heel erg goed bij. Daarna wordt het verschil gemaakt. Ja. Wat gebeurt er dan in het water waar je denkt waar je het gewoon niet meer bij kan benen? Nou, dat is eigenlijk een terugkomend probleem. Dat gebeurt ons. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. En dat is even zoeken wat het nou precies is. Ik denk de scherpte. Ik bedoel, we krijgen natuurlijk even 5 minuten rust. Dan gaat de onbewuste druk ervan af. En ik denk dat wel dat ermee te maken heeft. Ja.